De Romeinse legioenen zijn vanaf de eerste eeuw na Christus ook uitgerust met artillerie of geschut. Bij de belegering van een fort of een versterkte stad bestoken de Romeinse legioensoldaten de vijand met tientallen ballistas, scorpions en onagers. De onager is een katapult die een gewicht van 300 kilogram tot 600 meter weg kan slingeren. Andere werptuigen, zoals de ballista of de kleinere scorpion, schieten grote houten pijlen af die zich door torens, daken en poorten boren. De pijlpunten worden vaak omhuld met brandende stoffen. Hier zie je een reconstructie van een ballista in actie. De Romeinse ballista schiet de pijlen tot zo'n 300 meter ver.